Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we de skins bekijken van het allerlaatste Overwatch event ooit. Kun je afvragen hoezo is het laatste ooit? Want dit is het laatste event dat er is voor dat Overwatch 2 uitkomt. Dat op 2 oktober is. En daar gaan geen events meer in zijn zoals deze. Waarschijnlijk wel gelijkaardige, maar niet zoals deze. Dus we gaan kijken naar alle nieuwe skins. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6 nieuwe legendaries en ook nog 3 epics die terugkomen. Ik weet welke dat het zijn. Ik kan het zeggen, maar ik denk niet dat ik het kan laten zien. Dus eerst bij die beginnen. We hebben ten eerste. Hebben we. Laten zien. Nieuw challenge. Dat is de Tracer Comic Book Challenge. Dit was er. Toen ik juist had begonnen met spelen. Maar toen ik nog niet echt. Toen speelde ik nog niet genoeg. Voor dat. Te kunnen. Krijgen. Het tweede, daar was ik zo immens blij van, want ik wil die al zo lang, is Maramat Symmetra. Dat is een skin die er was, omdat ik Symmetra op totaal niet speelde. En toen ik ook gewoon geen Overwatch speelde, zo'n blanke periode. En dan hebben we ook nog als laatste Hanzo met zijn Kaioshia skin, maar die heb ik wel. Dus we gaan nu kijken naar de Legendary Arctic Ops. Dit is een recolor. Het zijn allemaal recolorations, hè. Ja. Ik weet het, sinds dat we een nieuwe skin zitten brengen. Maar dit is nu gewoon recolored. En de skin hierop lijkt was, denk ik, Blackwatch Baptiste. Atalo. Is dat dit? Het komt mij heel bekend voor. Hè? Ah, het is gewoon deze van Desert Ops en Spec Ops. Oké. Savas Skin, ik vind het leuk dat ze zo de sneeuwvlokjes hebben toegevoegd. Best veel. Ik tel er 1. 2, en nog 2 op de gun. Oké, ik geef deze skin een 6. Ik kan hem zeker niet kopen. Dan, Varsity. Oeh. Interessant. Dat is een interessante skin, maar het komt totaal niet dichtbij het Diva skin die ik heb. En dat is een normaal gekleurde. Waar staat Diva? En daar. Hier, dat komt van Academy. En ik vind deze echt veel, veel beter. Ik geef het een 4. Genji man. Dit is nu de enige die ik echt nog zou kopen. Ik vind deze skin echt veel beter dan de eerste. Dan was het gewoon best wel rood. Groen. Ik geef deze een 8. Shurikens. Sharp. Knife. Dit is sowieso een beetje Power Ranger-achtig en ik vind het heel leuk. Mechatron. Er is altijd één skin bij dat je gewoon afschuwelijk vindt. Een 1. Deze vind ik ook heel goed. Proteus 76. Ik vind dit echt een hele goede gun. Het is still een beetje carbon fibers. Ding. Toch ook niet. Wacht, ik zal je even normaal laten zien. Soldiers 76. Misschien heb ik die wel. Dat is van deze. Ze hebben echt 20 miljard keer beter gemaakt. Ook vind deze skin echt goed. Ik kan hem wel niet kopen. Ik geef het een dikke 8. Nee, misschien wel een dikke 9. Oké, nee, ik geef deze een 9 en deze een 8. Tagged Tracer. Ik vind het niet zo goed als de graffiti one. Dus als de originele.
En als ik het niet zo goed vind als het originele, dan betekent dat een 4 of zo. Ik vind een 4, de kleuren passen echt totaal niet samen. Dat is gewoon de mercy skin die je echt kunt kopen met monies. We hebben ook natuurlijk nog 3 lootboxen. Laten we eens kijken. Hey, absolutely nothing. Oké, Moira. Doe je dan. Dit is dus de enige emotie die ik heb van Moira. Zo'n sad. Oké, Moira is altijd welkom. Ik wil nog skins kopen. Oké, ga ik niet eens met tijd afspelen. Oh. Oké. Dit is goed. Hopelijk een legendary, waarschijnlijk niet. Hey. Ik kan er niet over zagen. Oeh, deens. Ik kan er niet over zagen. Ik moest hem ooit hebben. Maar ik had liever een skin gehad van een event. Oké, dit was de video. Het was heel kort, maar ik heb nog 2 video's hierover gepland. Namelijk een competitive video. En een video waarin ik al mijn nieuwe skins ga kopen die ik wil kopen. Even geheim houden welke. Ik ga deze video hierna opnemen. En ik zie jullie graag terug in die video. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. En dan zie ik jullie volgende keer terug. Ciao.